Heel veel mensen contacteren ons dat ze nog altijd geen slotfactuur van hun leverancier gekregen hebben. Nochtans moet de leverancier binnen de 6 weken nadat hij de meterstanden heeft gekregen van de netbeheerder die slotfactuur opmaken. Jordi, hoe kan dat eigenlijk en waarom duurt dat zo lang allemaal? Ja, het klopt. Uit verschillende getuigenissen blijkt dat heel wat mensen toch al 3-4 maanden wachten op de slotfactuur nadat ze van leverancier zijn veranderd of op een jaarlijkse afrekening. Leveranciers wijzen daarvoor vaak naar het nieuwe dataplatform dat binnen de energiesector in gebruik is genomen om gegevens uit te wisselen tussen netbeheerders en leveranciers. Maar goed, dat platform is intussen een jaar geleden in gebruik genomen, dus volgens ons mag dat toch geen excuus zijn. Nu, wat kan je als consument daaraan doen? Helaas heel weinig. Je kunt jouw leverancier wel contacteren en aandringen op het feit dat je die factuur snel wilt ontvangen. Maar ook dat is geen sinecure, aangezien we weten dat de klantendiensten van de leveranciers vandaag vaak overbevraagd zijn en het dus niet zo evident is om daar binnen te raken. Blijft die factuur toch uit en moet je er lang op wachten, dan kun je ook een klacht indienen via ons klachtenplatform of je kunt ons bellen voor advies op onze energielijn. Wil jij meer weten over energie? Neem dan zeker eens een kijkje op onze website.